Goeiedag kijkers. Welkom bij deze nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit deel gaan wij een beetje een andere tour op. We gaan op bezoek bij verschillende mensen en je kan ook zeggen hoogwaardigheidsbekleders. In het eerste deel gaan wij op bezoek bij de directie van de Surinaamse Bank. Wij hebben dan een gesprek met ze over de verschillende functionaliteiten, de verschillende maatregelen, alles wat zal veranderen binnen de bank de komende tijd en alle informatie die nu misschien van toepassing is op u. Kijkt u mee. Op bezoek bij de directie van de Surinaamse Bank, heren. Goedemiddag en bedankt voor het op het ingaan van de uitnodiging voor een interview. Ik val direct met de deur in huis. We zijn al voorbij het eerste kwartaal van 2023, maar we doen een paar stapjes terug. Met een terugblik van het jaar 2022. Hoe was het boekjaar het afgelopen jaar voor de DSP? Ja, ik denk dat we in eerste instantie ook welkom. Fijn dat jullie hier zijn. Ik denk dat wij afgelopen jaar een goed jaar hebben gehad, financieel. We hebben vanuit het verleden ook wel moeilijkere jaren gehad als DSB. Maar een heleboel van die probleemdossiers, problemen die we gehad hebben in de jaren 2018, 19, 20, die problemen zijn eigenlijk allemaal wel nu zo'n beetje weggewerkt. En dat betekent dat je ook ziet dat we afgelopen jaar binnen de bank, als het ware, toch de laatste restanten hebben weggewerkt. En dat we nu ook merken dat we eigenlijk nu al klaar zijn om naar buiten meer te kijken hoe we onze dienstlening kunnen verbeteren. Dus goed jaar van binnen. En tegelijkertijd herkennen we ook dat wij nog steeds nu alweer meer moeten doen naar buiten, naar onze klanten. Ja, dan denk ik dat de volgende vraag wel geschikt zal zijn. Wat heeft het jaar 2022 met zich meegebracht? En wat kon beter of wat kon anders volgens jullie? Ja, voor mijn gevoel denk ik dat wij vooralsnog meer naar buiten kunnen gaan, meer naar buiten kunnen gaan doen. Het is wel zo dat je pas naar buiten kan gaan als je ook intern je zaken op orde hebt. En daar is gewoon het afgelopen jaar heel veel gebeurd. Je kan je voorstellen dat op het moment dat je in de markt wil gaan en je wil eigenlijk gaan groeien, agressiever gaan groeien, sneller gaan groeien, dat je dan eerst je moet zorgen dat de bestaande klanten ook tevreden zijn met je dienstverlening. En dat zit vaak in de manier waarop je intern georganiseerd bent. Dus daar zijn wij op dit moment nog niet helemaal tevreden mee. Maar we vinden wel dat we afgelopen jaar goede stappen gemaakt hebben. En we hopen dan ook dat we in de loop van dit jaar dat steeds meer naar buiten laten zien hoe de klanten daarvan kunnen profiteren. Heel mooi. In het laatste kwartaal van 2022 is de directie aangevuld met meneer Alexander van Petten. En deze is de vraag dan voor u. Hoe was uw transitie bij uw vorige rol naar een directielid? En met de aanvulling van het directieteam nu helemaal compleet. Wat betekent dit aanvullend op wat meneer Molenkamp aangaf voor de dienstverlening voor de cliënten van de DSB? Nou, de transitie was goed. Ik werk inmiddels 10 jaar bij de bank. Dus ik heb op zich, ik was ook al met het werk wat ik nu doe, dat deed ik eigenlijk al een poosje. Natuurlijk, alles wat ik eerder deed, dat is er nog. En alles wat er nieuw bij is gekomen vanuit de directierol, dat is on top of it. Dus daar is wel even een balans in vinden allemaal. Maar verder denk ik dat de transitie smooth was. Betekent ook dat de heren nu makkelijker op vakantie kunnen, want je hebt minimaal 2 nodig. Om hier bij deze. Precies, dus even ter aanzien, wat was de tweede vraag? Wat dit dan betekent voor de dienstverlening naar buiten toe, de directie nu voltallig is? Ja, ik denk dat inderdaad, de directie is nog niet helemaal voltallig, we missen nog steeds een chief financial officer. En daar is het proces is nu gaande om die aan te vullen. Maar het betekent in ieder geval, richting wat Arjan zei, dat we meer naar buiten kunnen, omdat we intern dus versterking hebben om intern in ieder geval een aantal zaken op orde te krijgen en wat meer ruimte krijgen om die commerciële tak meer invulling aan te geven. Want ik denk dat we op dat gebied we nog wat in te halen hebben. Daar hebben de andere banken wat meer ruimte gekregen in de afgelopen jaren om ook klanten van ons af te pikken. Dus ik denk dat we die terug moeten gaan halen en daar nu echt voor het commerciële onderdeel meer ruimte komt om daar aandacht aan te gaan besteden.
Helemaal. Dan gaan we dan naar de brandende vragen die ik heb ook, gehad vanuit mensen van de samenleving. De eerste vraag wordt sowieso, hoe is het nu met het valutabeleid van de DSB zelf? Nou, misschien mag ik daar wat van zeggen. Ik ben gek op brandende vragen. Het valutabeleid, kijk, het valutabeleid wordt niet zozeer bepaald door de bank zelf. Wat wij krijgen valuta aangeboden en die verkopen we ook. Wij zijn heel erg afhankelijk van de markt in de zin van het verkopen van valuta. Dus wij doen naar ons uiterste best. We hebben onze posities ook daarin geminimaliseerd. Dus dat betekent ook dat we echt de valuta verkopen die we hebben. En daar proberen we echt zoveel mogelijk bij te dragen aan die vraag die er in de maatschappij is op het gebied van valuta. Dus we zijn er, varen scherp aan de wind, zoals ik het mag zeggen. Dus we proberen het gewoon zo goed mogelijk te doen. En we hopen ook dat we daarin zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de vraag in de markt. Waarbij we ons ook realiseren dat de vraag in de markt groter is dan het aanbod. Daarom moeten we echt ook keuzes maken. En die keuzes zijn ook laatst door de president weer een keer benadrukt. Er zijn een aantal sectoren die heel belangrijk zijn. Ik denk aan medicijnen, ik denk aan voeding enzovoorts. Dus daar proberen we toch wel voorgang aan te geven. En mocht er nog wat overblijven, kunnen we andere dingen doen. Maar we geven de voorgang aan die zaken die echt primair zijn. En die primair ook voor de maatschappij noodzakelijk zijn. Voor de gezondheid en voor het op een goede manier kunnen voeden. Helemaal. De laatste keer dat u en ik hadden gesproken, hadden we het over de 4% transactiekosten. Bestaat die er nog binnen de bank? Is die gewijzigd? Is die verhoogd, verlaagd? Hoe zien de transactiekosten voor dollars er momenteel eruit? De transactiekosten zijn verlaagd, of in ieder geval de innamekosten, stortingskosten eigenlijk. Vorig jaar hebben we erover gesproken en dat had vooral te maken met het feit dat we geen valuta konden shippen. We hadden heel veel valuta, daarom dachten we, laten we niet gewoon een instrument in het leven roepen om dat proberen een beetje af te remmen. Ondertussen kunnen we wel weer naar het buitenland shippen. Dat betekent dat we de transactiekosten verlaagd hebben, maar shippen heeft ook een prijs. Dat gebeurt niet voor niets, ook daar moeten we kosten voor betalen. Daar proberen we in ieder geval die kosten die we in rekening gebracht krijgen, ook door te rekenen naar de klanten. En dat is niet meer dan fair. Nogmaals, we maken daar geen marge op. We proberen echt die kosten die we zelf hebben, ook door te rekenen naar klanten. Helemaal. U gaf het zelf aan, de bank verkoopt wat de bank in zijn, ja, ik zal maar zeggen, kluis heeft. Dus de volgende vraag is wel, maar is het wel mogelijk? Want heel wat mensen krijgen te horen dat alleen zakelijke klanten dollars kunnen kopen. Is het dan mogelijk voor de kleine man om bij wijze van spreken die wel een dollarrekening heeft of een spaarrekening, om misschien $100 of $200, bestaat die mogelijkheid wel voor zulke kleine mensen? Want heel wat mensen gaven aan dat ze te horen kregen dat alleen zakelijke klanten dollars kunnen kopen indien die beschikbaar. Zij worden eerder geholpen. Klopt die informatie wel? Nou ja, die informatie klopt. Want zoals ik al zei, er zijn een aantal primaire sectoren die we moeten bedienen. We zien in de huidige tijd is dat er eigenlijk niet of nauwelijks wat overblijft voor andere sectoren en voor de retailklanten. Dat betekent dat we heel vaak nee moeten verkopen. Maar u mag van me aannemen dat als er die ruimte er is, gaan we die ruimte zeker gebruiken. Maar nogmaals, we willen graag aan die verplichting voldoen, is de medische, geneeskundige artikelen en medicijnen en voeding komen toch op de eerste rij. Ja, oké, de volgende vraag wordt nu hopelijk een beetje luchtiger. Vorig jaar werd het een beetje makkelijker voor ieder in Suriname met het heel COVID-beleid. Hoe ziet klantenservice vanuit de DSB nu eruit naar buiten toe? Want u gaf ook aan, meneer Arjen Molenkamp, dat jullie beter naar buiten willen gaan. Maar hoe ziet het klantenservicebeleid er momenteel uit na het heel COVID gebeuren? Ja, nee, terecht dat u even verwijst naar COVID. Want wij hebben geconstateerd dat gedurende de COVID-periode dat we eigenlijk de klantbehoeften goed konden invullen. Omdat mensen automatisch ook meer gebruik gingen maken van digitale kanalen, van de ATM's. Soms familie en vrienden gingen inschakelen om even te helpen als ze er niet uitkwamen. En nu COVID voorbij is, komen allemaal die mensen weer terug in de kantoren, gaan opnieuw de vragen stellen die zij in het verleden blijkbaar wel zelf hebben kunnen oplossen.
Dus daar zitten we even naar te kijken, hoe vinden we weer een nieuwe balans tussen wat de klanten van ons vragen en wat wij moeten aanbieden. Kijk, we zijn het zwaar aan het investeren in allemaal digitale oplossingen, dat klanten steeds meer dingen vanuit huis kunnen doen, in hun eigen tijd kunnen doen, buiten kantooropeningsuren kunnen doen, steeds meer toegevoegde waarde, allemaal features op mobile banking. Maar je hebt inderdaad nog steeds mensen die komen naar een kantoor en waarvan ze dan eigenlijk willen dat wij de formuliertjes gaan invullen en dat wij het allemaal gaan opzoeken. En dat is een lastige. Daar zitten we wel mee te worstelen van hoe kunnen we die mensen helpen om toch meer comfort te krijgen met de digitale kanalen. Of in ieder geval meer zelf het werk voor te bereiden. Dat als ze naar de bank komen, dat wij ze heel snel kunnen helpen. DSB als de oudste bank, neem ik aan, is ook een van de weinige banken waar je veel online zelf kan doen. En het belangrijkste woord hierbij is zelf. Ja. Dat je online alles zelf kan doen in plaats van de bank te komen. Net als wat u zegt, iedereen heeft gewacht na COVID om helemaal weer bij de drommen bij te komen naar de bank. Maar toch zijn er heel wat mensen, net als wat meneer Van Petten aangaf, dat mensen ook zijn weggetrokken. Dat mensen een beetje ontevreden zijn geweest met, ik denk, de dienstverlening van de bank. Hoe denkt de directie om die mensen weer te bereiken, om die gap weg te kunnen werken? Ja, nou, kijk, waar we nu mee bezig zijn, is om in kaart te brengen van wat is de behoefte van de klant. Dus afgelopen jaren zijn we misschien een klein beetje te veel inside-out bezig geweest, meer nadenken over hoe wij interne processen moeten organiseren om het efficiënt te maken. We zijn nu aan het kijken van wat verwacht de klant dan precies van ons. Wat we dus zien is dat bepaalde klanten die verwachten heel veel service tegen geen kosten. Daar zijn we heel druk mee. Omdat we heel veel service moeten verlenen aan klanten die geen kosten willen betalen, zijn andere klanten de dupe. Die zouden best wel willen betalen, maar er is helemaal geen tijd, geen ruimte voor ons om die klanten. Dus die gaan uiteindelijk naar andere banken. Dus die balans tussen van welke diensten wil je aanbieden tegen welke kosten, dat moeten we opnieuw in kaart gaan brengen. En als dan blijkt dat mensen het wel zouden kunnen, maar ze willen het gewoon niet, dan geven ze gewoon twee opties. Dat we zeggen, nou, of u gaat ervoor betalen, of u moet gewoon gebruik maken van de goedkopere kanalen, maar dan moet u een stukje zelf doen. Dus dat evenwicht zijn we nu aan het zoeken. En we proberen in principe zoveel mogelijk klanten daarmee tevreden te houden. Maar het is ondoenlijk om gratis voor klanten formulieren in te vullen en alles als bank te blijven doen. Want daardoor raken andere klanten krijgen gewoon te weinig tijd en te weinig aandacht. Helemaal. Ik denk dat men noemt verschillende generaties bij verschillende namen. Je hebt mensen, millennials, Gen Z, die een beetje alles makkelijk zelf kunnen doen. Maar je hebt de oude generatie die toch bang is voor dat heel online gebeuren. Maar een andere vraag die ook binnen is gekomen bij onze nieuwsdienst is de informatie over als er kosten zijn bij het storten en bij het opnemen van geld, vooral binnen de bank. Klopt die informatie wel? Volgens mij zijn de kosten bij opname, de kosten bij het opnemen is nu 25 SAD. En dat is puur omdat het eigenlijk ook het opnemen kan ook bij de ATM's. Toch? Iedereen heeft een pinpas, dat zien we ook, en dat kan makkelijk bij alle ATM's. De kosten voor storten op rekeningen van op je eigen rekening, daar zijn geen kosten aan verbonden, maar storten op rekening van derden, daar zijn wel kosten aan verbonden. Want dat is dus 50 SAD's volgens mij. Waar we ook mee bezig zijn, en dat zal de komende weken uitgerold worden op alle kantoren, is dat we een soort van fast lane teller, dus een kassier zullen hebben. Dat betekent dus dat je niet meer de formuliertjes hoeft in te vullen wat je precies wil hebben, maar dat je gewoon ook je kaart gebruikt bij de kassier om ernaar te swipen. En dan kan je ook bedragen opnemen in het kantoor, grotere bedragen dan wat je anders buiten bij de ATM zou kunnen krijgen. Dat hele proces gaat veel sneller, veel klantvriendelijker. En dat is iets dat we nu de komende weken gaan uitrollen, omdat we denken dat we daarmee ook gewoon rijen in de kantoren sneller weg kunnen werken en het ook voor klanten gemakkelijker maken om geld te storten en geld op te nemen. De aanvulling ook storting hoor. Dus ja. Dus als ik je dat goed heb begrepen, is dat men met hun pinpas. Ja. Eigenlijk een beetje de manier waarop je op dit moment je boodschappen betaalt. Mm-hmm. Bij de verschillende winkeliers. Je swipet, je doet je pincode type in voor een bepaald bedrag. Dan zeggen we, weet je wat, typ nou het bedrag in wat je wil opnemen of wil storten. Je swipet, je typt je pincode in en je bent klaar.
En dat zal dan binnen de bank ook kunnen, ja, voor grotere bedragen. Want ik denk, dagopname is 3000, als ik me niet vergis. Nee, dat is bij de ATM. Dus bij de ATM, dat bedoel ik toch, dagopname bij de ATM is 3000. Ja. Dus als men meer dan dat wil, kan men dan in plaats van in de lange rij te staan, gewoon aangeven, ik moet een grote bedrag en ik heb begrepen, ik kan mijn pinpas gebruiken. In welke rij moet ik gaan? Dus dat wordt het dan in de komende weken. En dan hoef je ook geen formuliertjes in te vullen, je gaat alleen met je pinpas. Ik denk dat mensen heel blij zullen zijn met die oplossing. Het is heel veel. Moet je nog wel steeds wel een pinpas hebben en je pincode. Helemaal. Met al hetgeen dat is gebeurd, er zijn verschillende commerciële banken in Suriname. Maar wat we ook hebben begrepen, als men toch een keuze moet maken voor gemakshalve van internetbanking en mobiel banking, gaf men wel aan dat het van de DSB het makkelijkste systeem is. Wat zegt deze zin de directie van de bank? Nou, dat zegt eigenlijk dat we een goede keuze hebben gemaakt. Want we hebben, en dat is al een tijd geleden, hebben we een keuze moeten maken op welk platform gaan we gebruiken voor internet en mobile banking. En hebben we deze keuze gemaakt. En ik denk dat dit een goed platform is. We krijgen binnenkort een upgrade waar we nog meer faciliteiten kunnen plaatsvinden. En wat misschien nog het allerbelangrijkste is, dat dat telkens bevestigd wordt uit allerlei security testen, is dat we ook een heel veilig platform hebben. En dus die combinatie van klanttevredenheid, nieuwe faciliteiten en een heel veilig systeem, denk ik dat we heel sterk staan in dit vlak. En nogmaals, ook ik word telkens gecomplimenteerd met ons internet en mobile banking systeem. Dus dat is een teken dat we een goede keuze hebben gemaakt en ben blij ermee. We leven nu al in de maand mei. We hebben nog 2 kwartalen te gaan. Zijn er nog wat nieuwigheden op pad? Want u heeft al een kleine tipje van de sluier gegeven, meneer Molenkamp. Maar zijn er nog wat nieuwigheden waar bestaande klanten en ook nieuwe klanten die nog steeds geïnteresseerd zijn in de DSB kunnen verwachten vanuit de bank? Misschien kan ik daarop inhaken. Dus, we hebben in ieder geval binnenkort komen we live met een cross-currency platform dat ook via internetbankieren en mobile bankieren beschikbaar is. Klanten kunnen dan via het internet kunnen ze dan vreemde valuta transacties omzetten. Dus van euro naar SRD of van USD naar SRD of van euro naar USD. Voorheen moest dat via een bankmail naar de bank. Maar dat kan nu gewoon via het mobiel banking platform. Dat is één van de zaken. René gaf het net al aan, we zijn bezig met de upgrade waarbij we met nieuwe functionaliteiten komen. Klanten kunnen daar, wanneer dat live is, kunnen we klanten zelf, wanneer ze hun wachtwoord vergeten, het zelf deblokkeren. Ze hoeven niet meer te bellen naar de bank, je kan nu gewoon zelf je wachtwoord resetten. En daarnaast ook voor de nieuwe internetbankieren klanten, dus die dat nog niet hebben, kunnen zelf registreren vanaf het begin. En je hoeft ook helemaal niet meer naar de bank, zolang je een rekening hebt, kan je zelf alles regelen om internet en mobiel bankieren te krijgen. Dus daar hoef je niet meer naar de bank. En als laatste misschien wil ik nog even aangeven dat het ook mogelijk zal zijn om je klantgegevens zelf te kunnen updaten via de bank, via de mobiel banking app. Dus je zal je NAW-gegevens zelf kunnen wijzigen in de app. Maar daarvoor is het wel dringend dat alle klanten hun huidige gegevens updaten, opschonen. Voorafgaand aan de go-live van de upgrade, zodat wij die functionaliteit optimaal kunnen leveren straks. En waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk om de huidige gegevens, ik wil het niet zo min technisch mogelijk te houden, maar als het ware, we moeten de gegevens nu momenteel gaan scheiden in het systeem. Dus adres hoort bij adres. Naam, voornaam, achternaam. En om dat allemaal correct in het systeem te krijgen, hebben we nu de huidige juiste gegevens, de updated gegevens nodig, zodat de klanten strakjes ook zelf die wijzigingen kunnen doorvoeren binnen het systeem. Ja, kijk, een van de uitdagingen waar de banken mee zitten, is we krijgen steeds meer digitaal contact met klanten. Dus je hebt niet meer fysieke contact waar de klant zijn legitimatiewijs kan laten zien en waar je kan kijken of dat wel klopt. Dus wij moeten op basis van data in onze systemen, een adres, een telefoonnummer, een e-mailadres, gaan wij klanten legitimeren via onze systemen. Maar dat betekent wel dat die data in de systemen correct moet zijn. Als dat allemaal klopt, we checken je adres, we checken je telefoonnummer,
checken. Je e-mailadres, dat klopt allemaal. Nou, dan weten we, dat is mevrouw Goudland, daar kunnen we zaken mee doen. Dus dat is een beetje de logica. Dus vandaar dat we zeggen, van, let daar wel even op dat je de data binnen de systemen geüpdate hebt. Want daarmee krijg je automatisch toegang tot heel veel nieuwe diensten en services. Dus als ik jullie dat goed begreep, heeft het meer te maken met mocht je verhuizen, mocht dat je een ander telefoonnummer hebben, ja, waarbij de bank je kan bereiken, dat die informatie correct dan zelf kan updaten, ja, in mobile banking indien je die hebt. Dus je kan straks ook zeggen van ik heb al een SD-rekening, ik wil eigenlijk ook nog een USD-rekening hebben. Dat is gewoon straks op je mobiel, klik je gewoon, ik wil een USD-rekening. En het is gewoon geregeld. En dus dat soort gemak, daar zijn we heel erg mee bezig nu om te kijken van hoe kunnen we meer gemak brengen in onze producten en diensten. Dat betekent ook rekeningopener, meer gemak, kan je ook allemaal zelf al doen vanuit huis. Lening aanvragen, kan je allemaal doen zelf vanuit huis. En we zijn ook aan het kijken, wat kunnen we doen voor de grotere markt van mensen die het op dit moment nog steeds moeilijk vinden om te bankieren. Wat moet je aan die mensen aanbieden, dat ook die mensen een goedkoop, betaalbaar, gemakkelijk product gaan krijgen. Dus ook dat verwacht ik, dat in de loop van het jaar wij met een oplossing komen waar heel veel mensen heel gemakkelijk ook kunnen gaan bankieren. Ja, want als ik me niet vergis, met leningen vragen was het ook al makkelijker via de ATM. Dat, als ik me dat niet vergis, dat je als je lening wil, dan moest je aangeven of het een persoonlijke is, een hypotheek. Dus dat kan je, hoef je niet meer naar een ATM, kan je dat ook, zal dat ook kunnen binnen de mobile banking of internet banking systeem. Ja. Even correctie. Kan dus daarom zei ik nee, toch, als ik me niet vergis. Nee, het kan niet meer via de ATM, maar het kan wel via de website. En we maken dat nu, het kan nu al via de website, een aanvragen van een lening, persoonlijke lening, hypotheek. Er is een speciaal formulier voor. Maar we maken dat nog simpeler en nog gebruikersvriendelijker. En dat moet in de komende weken ook live gebracht worden. Om dat proces voor het aanvragen van een persoonlijke lening online nog sneller te laten verlopen. Met name met de focus op snelheid. Ja. Voor de generatie die dat heel mobile banking en internet banking systeem niet helemaal vertrouwt. Merendeels doordat ze gemakshalve gewend zijn. Gewoon, weet je wat, ze houden van het persoonlijk contact. Wat is uw advies als directie? Zodat die groep er, want zij zijn misschien mensen die met pensioen zijn, die het makkelijker, om het net als wat jullie aangaven, om het iets makkelijker te maken. Wat is het advies vanuit de directie om die groep over die drempel heen te krijgen? Want er zijn nog steeds heel wat mensen. Het zijn meer de jongere generatie die werken met mobile banking en internet banking. En je hebt nog heel wat van de oudere generatie die ze zeggen nee, I don't want to dip my toes in it. I don't trust it. Ja. Nou, kijk, wat wij zelf zien vanuit de statistieken is dat echt ook oudere mensen, we zien gebruikers van internetbanking van ver over de 80. Dus het kan wel. Wat ons advies altijd is, probeer het eens. Probeer het desnoods met kinderen enzovoorts. Maar wij snappen ook dat we niet die hele markt ineens kunnen gaan digitaliseren. Dus wij hebben, we noemen het ook een beetje digitaliseren met een hart. Er zal een bepaalde groep zijn, en daar praat ik met name over de ouderen, die dat waarschijnlijk wat minder zal doen. Maar er is ook een andere hele grote groep van mensen die eigenlijk inderdaad zeggen, ja, wat is vrij ingewikkeld en het is misschien een beetje overkill. Nou, daar zijn we naar de oplossing aan het zoeken, dat is wat Arjen eigenlijk ook zegt. En wat we ook bijdragen tot dat grote woord wat we hier in Suriname vaak noemen, financial inclusion. Dat alle Surinamers deel kunnen nemen aan het bankaire systeem in Suriname. Dat het niet voorbehouden is tot een bepaalde groep. En daar zijn we echt heel specifiek naar een oplossing aan het zoeken. En ik ben er overtuigd van, is dat we ook die groep kunnen benaderen. En dat die onderdeel uit gaan maken van het financiële systeem in Suriname. Helemaal. En tot slot ga ik even snel een kleine resume houden, als ik niet ben vergeten. Het valutabeleid van de bank, die is er nog steeds, hangt er sowieso vanaf. Als valuta er is, kan die geholpen worden. De transactiekosten zijn gedropt, doordat het er mogelijk is om te kunnen shippen. Het is inderdaad waar dat je moet betalen bij het storten op rekening van iemand anders en bij het opnemen van geld, dus liever de ATM raadplegen. En ook nog dat mobile banking makkelijker wordt. Ja. En internetbanking. En misschien nog even een kleine toevoeging. En dat er strakjes dus ook zonder kosten met de pinpas opgenomen kan worden bij de kassa. Dat is het. Heren, meneer Molenkamp,
meneer Van Petten, meneer De Rooij, heel hartelijk dank voor de aangevulde informatie. Want de informatie was er al, maar je moet altijd ook een beetje updaten. Want na een voormalig interview. Maar heren, heel hartelijk dank voor het aanvullend informatie, voor de aanvullende informatie die wij van onze nieuwsdienst konden krijgen. Ik zal maar zeggen, succes. En we kijken naar uit naar een volgende afspraak. Dankjewel. Bedankt. Heel goed. Dankjewel. Thank you. Kijkers, u heeft de directieleden gehoord. De mensen die het vertrouwen in de bank een beetje hebben opgezegd, zij geven aan, de moed niet opgeven, maar de bank komt weer sterk terug met haar klantenservice en ook haar dienstverlening om die te verbeteren. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het eerste deel van In Gesprek Met. Gaat u nu weg, wij zijn zo weer bij u terug met het tweede deel van In Gesprek Met. Tot zo. Welkom terug bij het tweede deel van In Gesprek Met. In dit tweede deel brengen wij u helemaal terug naar de Verenigde Staten, waar u mij in gesprek hoort met de ambassadeur van de Suriname in de Verenigde Staten, de heer Martin Schalkwijk, en dan ook de ambassadeur in New York, de heer Sunil Soutaldien. Wij hebben over verschillende aspecten gesproken, over de diaspora van Suriname in de Verenigde Staten, wat deze twee ambassadeuren voor onze mensen in de Verenigde Staten allemaal betekenen. Kijk u mee. Meneer Schalkwijk, goedendag. ATV is bij je op bezoek, helemaal in Washington. You're situated for almost a year, al in Washington. Bent u op uw gemak in uw nieuwe positie als ambassadeur van Suriname in de Verenigde Staten? Ja, ik moet zeggen, ik ben mijn carrière begonnen op buitenlandse zaken. Ik ben ook getraind als diplomaat en heb er bijna 9 jaar gewerkt. Dus ik heb die ervaring wel met nog alle andere ervaring die ik heb opgedaan in je leven. Is het voor mij geen moeilijke job. Helemaal. Toen u vertrok vanuit Suriname, wat zijn de belangrijkste punten wat u moest zien te realiseren vanuit de regering, van deze kant uit? Ja, ik ben eigenlijk ambassadeur bij de Verenigde Staten. En ook bij de Organisatie van Amerikaanse Staten. Uh-huh. Ja, dus een dubbele functie. En dat betekent dat je dus beide zaken moet doen. Bij de Organisatie van Amerikaanse Staten zijn er heel veel, laat maar zeggen, wekelijkse vergaderingen en allerlei commissies die lopen. En in mijn eerste jaar eigenlijk ben ik al voorzitter geweest van de permanente raad, van de OAS. Dus dat was 3 maanden lang. En ik moet zeggen dat de OAS, we kregen verschrikkelijk veel communicatie, brieven. Dus het neemt bijna 80% van je tijd als je niet oppast. Hè? En met weinig personeel is het wel een beperking in de zin dat je dan voor de andere zaken wat minder tijd hebt. Maar ook de relatie met de Verenigde Staten, die was niet helemaal 100%. Dus die is nu wel helemaal 100%, laat me het zo zeggen. Dus die is heel positief op dit moment. We kunnen over alles praten met elkaar en een heleboel zaken zijn mogelijk. Dus in dat opzicht is het positief geweest, hè, dat men ook een nieuwe ambassadeur zag en zien dat de regering ook wel veel goodwill weer heeft
om zaken gedaan te krijgen. En er is natuurlijk belangstelling voor Suriname. Men ziet wat er in Guyana gebeurt. En natuurlijk ook Suriname zit in, denk men, hetzelfde schuitje waar straks de olie zal vloeien en er weer een heleboel mogelijk is. Dus mensen anticiperen daarop, je krijgt veel uitnodigingen. En mensen willen, ja, zijn toch wat meer geïnteresseerd geraakt in Suriname. Aangezien u zegt dat de plooien weer een beetje zijn gladgestreken tussen de Verenigde Staten en Suriname, toen u aankwam vorig jaar, hoe bent u zelf ontvangen door de regering van deze kant uit? Ik moet zeggen dat vorig jaar al de situatie genormaliseerd was tussen de Verenigde Staten en Suriname. En dus toen ik aankwam was net hier alle COVID-beperkingen waren een beetje achter de rug. Alles begon weer open te gaan. En dat maakt het ook makkelijker om persoonlijk besprekingen te hebben. En overal ook naartoe te gaan. Laat me dit erbij zeggen dat deel van mijn werk is ook om de relaties met IMF, IDB, Wereldbank, maar ook PAHO en allerlei organisaties die hier zitten in Washington, om ook die betrekkingen goed te houden. Bijvoorbeeld komende week hebben we hier een grote vergadering van IMF en Wereldbank, hè, de zogenaamde spring meetings. En dan komen van overal alle ministers van Financiën met hun staf, alle governors van de centrale bank met staf. Want er zijn heel veel trainingen, seminars en veel gesprekken. En tot voorheen was de ambassade daar nauwelijks bij betrokken. Maar vanaf ik hier ben, zijn we wel veel meer daarbij betrokken. En hebben ook regelmatig gesprekken met deze organisaties. En men stelt dat ook op prijs. Maar ook voor ons is het belangrijk om te weten wat er hier speelt en hoe men naar ons kijkt. Helemaal. Naast de zakelijke kant, dan gaan we naar de Surinaamse kant. Is er een bepaalde diaspora hier aanwezig in Washington DC vanuit Suriname, might be studenten of mensen die naar hier zijn gemigreerd. Heeft u al mensen op bezoek gehad toen ze hoorden er is weer een Surinaamse ambassadeur? Ja, alleen Washington is niet zo'n grote stad wat diaspora betreft. Onze diaspora zit meer rond New York City en rond Miami. En dus in New York City is er elk jaar een Surinamedag. Een speciale commissie die dat al jaren ook organiseert. En ik ben wel, toen ik hier kwam, uitgenodigd. Ik heb ook met de mensen gesproken. Ik zeg, ik kom er naartoe. Want wij hebben wel een post in New York. Maar die is eigenlijk bij de Verenigde Naties. Dus voor de Verenigde Staten is Washington eigenlijk de ambassade die het meeste contact moet onderhouden met ook onze eigen burgers hier of Surinamers. En ik moet zeggen, het was heel leuk, de Sanade. En we zijn begonnen om mensen ook te registreren. Maar dat moet nogmaals vanuit Miami, New York en Washington gezamenlijk gebeuren. En in Miami is onze consul-generaal daar ook druk mee bezig. In New York heeft onze permanente vertegenwoordiger bij de VN toch wel het contact met de mensen. Dus er is contact met de diaspora. Hier in Washington schatten we dat je misschien 50 mensen hebt verspreid over een groot gebied. Een paar werken bij internationale organisaties. Dus dat zijn goed opgeleide mensen ook. En dan heb je wat mensen die verspreid zijn, getrouwd met de Amerikaan of ooit gestudeerd hebben hier en nu hier wonen.
Dus ja, dat is een variërend gezelschap die je dan af en toe wel ontmoet. Maar zijn ze wel kennis met u komen maken toen ze hoorden van er is weer een ambassadeur? Nou, ik nodig mensen ook uit hier. Ik ben wat dat betreft laagdrempelig. He, dus als mensen komen, dan probeer ik altijd om ze wel te ontvangen en ook om ze op te zoeken. En hoe lang is uw ambassadeurschap? Normaal is het in Suriname gebruikelijk voor 4 jaar. En we zullen kijken hoe dat loopt. Oké, tot slot, ambassadeur. Wat zit er nog allemaal in het verschiet vanuit uw zijde uit hier? En oké, geeft u eerst daarop antwoord. Wat zit er nog allemaal in het verschiet vanuit de ambassade van Suriname in Washington? Kijk, er zijn veel mogelijkheden hier. Hè? En een van de zaken die we moeten doen is bijvoorbeeld met de Wereldbank. Dat toen wij IMF-programma aangingen, zou de Wereldbank ook ondersteunend werken. Dat is nog te weinig gebeurd, dus we proberen dat ook wel rond te krijgen. En daarnaast heb je hier in Washington een enorme dosis kennis liggen, ja, op allerlei gebieden. Ja, wij hebben een enorm bos. En we zijn van de bosrijkste landen ter wereld, een van de 3 carbon negative countries. En we halen er te weinig uit. En ik wil me daarvoor wel inzetten om toch wat meer daaruit te halen voor Suriname. Want ik denk dat we daarmee ook verdienen. We hoeven niet alleen te wachten op oliebedrijven en totdat zij besluiten nemen. Want je bent dan heel afhankelijk van hun. Maar laten we kijken wat wij zelf hebben. En kijken of we daarmee wat meer kunnen doen. Meneer Citaldin, goedendag. ATV is bij je op bezoek in New York. Maar ik denk van de kijkers zullen zich afvragen. Oké, ik ben geweest bij ambassadeur, die zit in Washington. En daar hebben we nog iemand in de Verenigde Staten in New York. Kunt u ons precies vertellen wat u precies doet voor Suriname in New York? Ja, doe ik heel graag natuurlijk. Suriname heeft inderdaad naast een ambassade in Washington ook een permanente missie bij de VN. En uit de woorden kun je halen, het is een missie die zich bezighoudt met de werkzaamheden bij de UN. Wij moeten als vertegenwoordiger van Suriname, moeten wij als vertegenwoordiger dus het kerk van de UN kofferen. En daarvoor zijn we een missie, de permanente missie van Suriname bij de VN. En ik ben de permanent vertegenwoordiger van Suriname bij de VN. En natuurlijk doe ik het werk niet alleen. De missie heeft een staf en samen met de staf doen we het werk dat we moeten doen bij de UN. Vanuit de missie kofferen we dan wat we noemen de VN-agenda. En dat is een hele omvangrijke agenda. De VN is de grootste multilaterale organisatie, de spil van het multilateralisme, zoals ze dat aangeven. En ook voor Suriname is de VN natuurlijk heel belangrijk. Daarom zijn we er ook vanaf onze onafhankelijkheid hier. En de agenda is heel omvangrijk, zoals ik daar zei. En er zijn een heleboel onderwerpen die natuurlijk voor Suriname ook van groot belang zijn. En dat is een beetje in grote lijnen wat we doen. En natuurlijk is er veel meer dat bij komt kijken. Maar dat is wat de permanente missie van Suriname doet bij de VN. Er is een verschil. Wij zijn in principe een beetje beperkt. Beperkt in de zin dat we ons slechts bezighouden formeel met de werkzaamheden bij de VN. Maar daarnaast doen we ook wat andere werkzaamheden, maar ik zal daarover misschien nog straks het een en ander vertellen. Ja. Oké, ik vroeg toevallig aan ambassadeur Schalkwijk als hij wist hoe groot de Surinaamse diaspora was in Washington en die is behoorlijk klein. Hij gaf aan dat ik u die vraag het best kan stellen, omdat hij zei van New York en omstreken hebben een mooie diaspora en in Florida.
Klopt die informatie? Ja, dat klopt. Ambassadeur Schalkwijk heeft dus de juiste informatie doorgegeven. Het is natuurlijk niet exact te schatten, maar inderdaad is het zo dat in New York en omstreken, en dan nemen we daar ook New Jersey bij, dat er naar onze schatting enkele duizenden Surinamers woonachtig zijn. Althans, mensen van Surinaamse afkomst ook, die al jaren hier woonachtig zijn en werken. Zo. Dus we hebben een significante Surinaamse gemeenschap, een diaspora gemeenschap. En dan ga ik die link maken met, ik begon al te zeggen dat we eigenlijk SEC voor de UN zijn. Maar natuurlijk is het ook zo dat wij ook als werk hebben het onderhouden van de relatie met de Surinaamse diaspora gemeenschap. En we zijn verheugd dat we een goede relatie hebben met de Surinaamse gemeenschap hier. Er zijn enkele Surinaamse organisaties die zich niet alleen beijveren voor de gemeenschap hier, maar zeker ook proberen een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van Suriname. Een ondersteuning te geven, een bijdrage te leveren. En gelukkig zijn er een heleboel mensen van ons, zoals ik dat zeg, die aan Suriname een warm hart toedragen. Dus klopt. We hebben in de New York area inderdaad enkele duizenden Surinamers. En ook wat wij weten in Florida, Miami area, heb je dus ook een vrij grote gemeenschap. Maar ik weet ook uit mijn ervaring van wegen mijn vorige job, dat Surinamers in heel Amerika te vinden zijn. Men probeert dus dan ook het contact met elkaar te onderhouden. Tegenwoordig kan dat via social media iets makkelijker. Dus om het contact te onderhouden en ook te delen met wat we allemaal doen. En dus overal in heel Amerika zijn er Surinamers, ja. Althans mensen van Surinaamse afkomst ook te vinden. Dat is mooi. Ambassadeur Schalkwijk gaf iets aan dat er... ik weet niet of het in New York of Miami is, dat is me even ontgaan. Dat restaurant D wordt georganiseerd. Kunt u ons daarover vertellen wanneer dat wordt gehouden en wat u zelfs daarvan vindt? Oh ja, inderdaad. Het is afgelopen. Het wordt elk jaar. Er is een organisatie, een groep Surinamers, die Strand D heten ze. En zij organiseren elk jaar in augustus, moet het zijn, een Strand D. In een park, ik ben geweest samen met, zo toevallig was ook ambassadeur Schalkwijk uitgenodigd en ook de consul-generaal van Suriname in Miami was uitgenodigd. Dus wij waren met ons drieën daar en na COVID was het eigenlijk de eerste keer dat het weer de vorm had van voor COVID, heb ik me laten vertellen. En natuurlijk, ja u weet het, Pesaranamande, als u die altijd, gezelligheid, muziek, Surinaamse muziek. Surinaams eten, maar ook wat afviel, en dat is wat mij afviel, dat er ook Surinaamse producten die geïmporteerd worden hier, ook te koop werd aangeboden. Dus dat is een van de zaken waar we ook naar moeten gaan kijken. Want er is een behoefte aan Surinaamse producten. En niet alleen voor onze Surinamers, maar naar mijn mening, zouden we ook moeten gaan kijken hoe we die producten kunnen aanbieden aan een bredere koperspubliek, omdat je natuurlijk hier ook, New York is een stad, is ook een hele multiculturele samenleving. Je hebt echt mensen van overal, Zuid-Amerika, de hele wereld. En onze producten zouden zeker goed aanslaan. Dus dat is inderdaad een mogelijkheid die we nader moeten gaan bekijken. Maar de Saranade is zeker de moeite waard om te bezoeken. In het eerste deel zag u mee in gesprek met de directieleden van de Surinaamse Bank. Die hebben gesproken over de verschillende veranderingen en wijzigingen binnen de bank en wat de cliënten allemaal kunnen verwachten. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, de herhaling is morgenavond om 8 uur op 12.2. Wij zien u volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.